Tijdens de NOC-NSF Nationale Sportweek staat heel Nederland in het teken van sport. Bonden, gemeenten en verenigingen bundelen hun krachten om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. In Nieuwegein werd de NOC-NSF Nationale Sportweek afgetrapt. 10 miljoen Nederlanders sporten wekelijks, dat zijn er heel veel. Dat betekent ook tegelijkertijd dat 7 miljoen Nederlanders nog niet sporten. En zeker in 2020, ja, het coronajaar, het jaar waarin het immuunsysteem natuurlijk hartstikke op orde moet zijn van iedereen. Dan moet je gezond eten, goed slapen, niet te veel stress, maar je moet vooral ook voldoende sporten en bewegen. Dat is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Nieuwegein is de eerste bestemming van de mobiele duck-out. 10 artiesten reizen deze week samen met bekende sporten met deze mobiele duck-out door Nederland om van dichtbij te ervaren wat sport met mensen doet. De combinatie van cultuur en sport, die brengen we samen, waarbij 10 woordkunstenaars meegaan met 10 sporters. En zij gaan dan via woordkunsten, en dat kan een lied zijn of een gedicht, proberen te vertellen wat sport nou eigenlijk met hen doet en wat ze hebben ervaren in die week. En dat doen we dus met behulp van onze partner Nederlandse Loterij. En daar zijn we ongelooflijk blij mee, want daarmee kunnen we het namelijk ook groter maken. Kunnen we het echt vertellen aan heel Nederland. We zijn goed op weg, het wordt alleen maar mooier. Uiteraard moet er ook gesport worden tijdens de Nationale Sportweek. Zo zijn basisschoolleerlingen na een gezond ontbijt vanmorgen de dag sportief begonnen. Ja, dat was te gek. In Nieuwegein, op een basisschool, met de kids, allemaal een minuut geplankt. Weet je, het brengt zoveel meer met zich mee, de sport, dan alleen maar fit bezig zijn. Het is gewoon, het is leuk, je hebt sociale contacten. We zijn tegenwoordig zoveel bezig met, jij bent anders, die is anders. We zijn allemaal anders. En juist met de sport ben je allemaal gelijk en ga je allemaal 100% en geef je alles. En wat ik nu vooral voor mezelf merk, wat sport mij gebracht heeft, is een stukje discipline. Voor alles wat je doet in het leven is er discipline nodig om je doelen te bereiken en om je dromen te verwezenlijken. Dus daarbij helpt sport ook. Het is geweldig om Host City te mogen zijn voor de tweede keer alweer. En zoals we hier in Nieuwegein ook zeggen, we willen graag iedereen in Nieuwegein aan het sporten en bewegen hebben. En dat kan zijn van participeren in een voetbalpartijtje zoals we hier achter ons zien, tot en met het bewegen dat je de hond uitlaat of een ommetje doet. Als je maar bezig blijft en in beweging blijft en het ook leuk vindt.